Suriname zit momenteel in de grijze lijst voor wat betreft de National Risk Assessment, NRA. Dit zegt Jennifer van Dijk-Silos, voorzitter van het projectmanagement team, PMT, van de NRA. Ze is morgen te gast in het programma In Gesprek Met. We spraken haar naar aanleiding van de opmerkingen die ze gemaakt heeft tijdens een meeting van de kenniskring over onder andere het Korps Politie Suriname. Silos verduidelijkt dat ze niet heeft gezegd dat de leden van het KPS corrupt zijn. Ik heb aangegeven dat er heel veel soft information is en dat wordt bewust weggelaten door mensen. Heel veel soft information is aanwezig dat het korps corrupt is. En toen heb ik gezegd, als we bijvoorbeeld kijken naar het geval van Umarow Singh, dan zie je dat je daar kan analyseren dat er corruptie is. Umarow Singh is niet gehoord, is niet opgebracht als verdachte, maar gehoord als getuige. Daarna zijn geliquideerd. Ik zeg, en dat geeft aan een waarschijnlijkheid dat het korps corrupt is. Ik heb het zo gebracht, ik wil dat echt even... Het is niet de functionarissen, nee. Maar door en de manier hoe zaken... Ja. Juist, oké. Okay. En we kijken naar de verschijnselen, niet zozeer naar de functionarissen. De PMT-voorzitter geeft verder aan dat de NRA een onderzoek en analyse is van de risicofactoren in het land. Suriname is namelijk lid van de Caribbean Action Task Force, die op haar beurt een zusterorganisatie is van de Financial Action Task Force, FATF. Deze organisatie heeft bijkans 40 aanbevelingen waaraan de landen zich moeten houden. Silos benadrukt dat ze misschien de informatie wat rauw heeft verstrekt op de lezing, maar dat ze dit niet heeft gelogen. En dan zie je dat Surinamers dan me ondeskundig beginnen te noemen en natte vinger werk. Als ex-minister Juswel ben ik, praat ik ook een beetje van binnenuit hoor. En dat moet men ook wel helder begrijpen. En dan zeg ik oké, ik heb het rauw gebracht, maar ik heb het niet ongenuanceerd gebracht. Ik heb het gelinkt naar money laundering en terrorism financing. En ik heb een omstandigheid aangegeven dat grote vraagtekens oproept. Van hoe is dat mogelijk geweest? En dat juist bij dat verschijnsel van corruptief handelen zien we dat iemand zijn leven heeft verloren. Dat is de consequentie. Ik doe echt een beroep om alle Surinamers om mee te werken. Tot zover Jennifer van Dijk-Silos, voorzitter van het projectmanagement team van de National Risk Assessment NRA. Ze is morgen te gast in het ATV-programma In Gesprek Met, dat morgenmiddag om 5:00 wordt uitgezonden. Ja.